Valkenburg komt met nieuwe gedragsregels in de horeca. Zaken die, denk ik, voor bijna iedereen heel normaal zijn. Maar soms, wat de burgemeester net ook al zei, is er alcohol in het spel. En dan gaat het wel eens verkeerd en dat willen we voorkomen. En woning in IJzerdicht om hennepplantage. Goedenavond, dit is het Heuvelad Nieuws van donderdag 25 januari. Burgemeester Alek Krijnen van IJzermargraten heeft een woning aan de Bonkenstraat in IJzer gesloten. In de woning is in oktober vorig jaar een grote hennepplantage gevonden. De sluiting is vandaag begonnen en duurt tot eind april. In die periode is het dan ook verboden om die woning binnen te gaan. Vier internationale onderzoeksbureaus gaan de bodem in de Voerstreek en het Heuvelland onderzoeken voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. Een Nederlands, Belgisch en twee Zwitserse bureaus hebben de opdracht gekregen. De locatie is in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland is gekozen omdat de zachte bovengrond hier trillingen tegenhoudt. De bureaus gaan kijken hoe de bouw van de telescoop eruit ziet, de precieze locatie van de punten van de telescoop en hoe geschikt de ondergrond is. De Valkenburgse VVD wil in december vaker pendelbussen en treinen van en naar Valkenburg laten rijden. De partij roept in vraag aan het stadsbestuur op of zij in gesprek willen gaan met de provincie om ervoor te zorgen dat dit komend jaar gebeurt. Zo vraagt de partij onder meer of de treinstellen langer gemaakt kunnen worden. Ook vragen ze of er vaker treinen kunnen vertrekken om ervoor te zorgen dat die niet meer overvol zitten. Het college geeft aan hierover in gesprek te zullen gaan met Arriva en de provincie. Samen met de ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland heeft de gemeente Valkenburg een reeks nieuwe gedragsregels voor de horeca geïntroduceerd. Het doel van dit initiatief? Ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen genieten van een biertje. Zij kon erbij staan. Nou, het initiatief is eigenlijk om als collectief Valkenburg toch uit te dragen dat we bepaalde huisregels hebben voor onze gasten. En wil ik gewoon dat mensen veilig uit kunnen gaan en op stap kunnen gaan in Valkenburg aan de Geul. Ja. En daarom samen met Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemers het initiatief. Dit zijn de huisregels. Zo zien we het graag en zo doen we het aan de Valkenburg. Of het echt nodig is, dat is een tweede. Maar het is altijd een goede stap voorwaarts om samen te laten zien wat je met elkaar afspreekt. Wat de regels zijn van het spel. Ja. De regels die zijn opgesteld zijn een stok achter de deur voor de horecaondernemers. Ook de burgemeester is ervan overtuigd dat het nachtleven veiliger zal maken. Ja, natuurlijk helpt het. En als het niet helpt, dan is dat een lijstje van afspraken waarmee je het gesprek kunt aangaan van mensen die de neiging hebben om zich te misdragen. Dan zeg je van, goh, weet je, we hebben dit met elkaar afgesproken. Hou daar even rekening mee. Eigenlijk komt het erop neer. Hou rekening met de ander. Gedraag je. En heb vooral veel plezier, want daar gaat het om. Het is altijd nodig. Kijk, er is zeker na een bepaalde tijd is er alcohol in het spel. En we kunnen de mensen wel eens natuurlijk vergeten om wat normale normen en waarden zijn. Hoe ze zich moeten gedragen. En dan is het toch fijn dat je een stukje houvast hebt met bepaalde regels waar je even op terug kan vallen. Ja. Op het bordje zijn een aantal specifieke en algemene regels te vinden. Nou, geen drugs, geen ongewenste intimiteiten, geen wapens, luister naar het personeel, pas je aan de situatie. Hè, dat soort zaken die, denk ik, voor bijna iedereen heel normaal zijn. Maar soms, wat de burgemeester net ook al zei, is er alcohol in het spel. En dan gaat het wel eens verkeerd en dat willen we voorkomen. De regels worden bekendgemaakt vlak voor carnaval. Puur toeval, zegt burgemeester Daan Prevot, maar in prima timing. Nee, het komt net zo uit, maar lijkt me prima om dat net voor carnaval te doen. Nee, maar daar waar veel mensen bij elkaar zijn, daar waar alcohol in spel is, dan hebben de mensen wel eens de neiging om zich anders te gedragen dan dat ze nuchter zouden zijn. En dan helpt dit gewoon. Hè. Dus het is niet het vingertje in de lucht, het is niet betutteling, maar gewoon als een middel om met de mensen die neigen over de schreef te gaan, het gesprek aan te gaan. Ja, dan kan men erop wijzen en dan kun je ook met elkaar, als het nou bij café A gebeurt, dan kun je ook samen met café B, je hebt dezelfde regels. En dan is het gewoon duidelijk. Ondernemers die ook dit bordje willen, kunnen naar de website van de gemeente Valkenburg en het gratis aanvragen. En dan nog het weer. Vrijdag is er vooral in de ochtend nog veel bewolking. Er is dan ook kans op buien. In de middag wordt het droger en komen er brede opklaringen en perioden met zon. Het wordt maximaal een graad of 11. Zaterdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt wel minder zacht bij een graad of 6. In de nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt.
tot zover het Heuvelland Nieuws voor dit moment. Wij van het nieuws zijn er uiteraard morgenavond weer. Wilt u nou in de tussentijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Wens ik u nog een hele fijne avond.